Seks ervaren die je op de band in wil spreken. Wat? Ben je belazerd, jongen? Ben je geil of moet je drinken? Moet je. De eerste keer dat ik de vaginale sluispier om mijn eigen voelde, ging ik tegen het plafond. Ja, je hebt helemaal geen seksuele ervaringen. Arie, je moet wel even vragen dan. Arie, hè? Arie, ja. Arie, je hebt helemaal geen seksuele ervaringen. Ik kom net van de wc. Ik dacht eraan dat ik straks mocht vertellen wat mijn sekservaringen waren. Ik werd zo geil dat ik mijn handen daarna moest wassen. Naam vermelden. Wil van Laar. Ik ben Inge en er zijn er zoveel. Dat ik niet weet welke ik neem. Moet ik mijn naam erbij vermelden? Waar? Ik heb vanmiddag dus een tijdje voor het venster gezeten. En hoe ik dat nou vond? In eerste instantie heel leuk en heel spannend. Het kamertje gezeten. Strakjes als ik in het kamertje heb gezeten. Ja, lekker rukken, hé. Lekker trekken, hé. De knopen springen eraf en dan, hé. Hé, één of twee lullen. Hé. Nou, nee. It's live in our studios tonight. Not a lot of stations do that around here. They don't even have this song on MTV yet. We should get it.
Heeft u nog sekservaringen die op de band in wil spreken? Huh? Ben je belazerd, jongen? Heeft u nog sekservaringen die op de band in wil spreken? Huh? Ben je belazerd, jongen? Heeft u nog sekservaringen die op de band in wil spreken? Huh? Ben je belazerd, Majority of women do not find full satisfaction in kisses and embraces without the act of love. Without the act of love. Without the act of love. Thank you.